Yo, Queens. Bedankt dat jullie langs wilden komen. Ik ben zo hyped over deze kans. Maar natuurlijk. Het genoegen is geheel aan ons. Ik zal jullie het huis laten zien. Jullie zullen hier graag verblijven. Jullie gaan dit nooit geloven. Grand Queen, Charm Queen, Study Queen en Mystery Queen waren hier net. Echt waar? Ja, en toen zei Royal Bee dat ze een rondleiding van het huis zou geven. Ze zei dat ze hier graag zouden verblijven. Wat bedoelt ze daarmee? Verblijven? Queen Bee, heeft je grote zus daar iets over gezegd? Nee, maar ze heeft het zo druk de laatste tijd. We hebben elkaar amper gezien. Hey, ik hoorde haar laatst aan de telefoon. Ze zei dat ze naar New Fab City zou gaan om muziek te maken. Voor echt een heel jaar. Wow, dat is echt lang. Ja, en als ze zo lang weg zou gaan, zou er zeker iemand op het huis moeten letten. Denk je dat? Maar mijn zus zou toch nooit zo lang weggaan zonder het me te vertellen? Ik ga haar bellen. Hey zus, ik bel later terug, oké? Ik moet nu even wat belangrijke dingen regelen. Maar ik wil je vragen of... Kijk dit dak nou. Het uitzicht, de frisse lucht. Dit elke dag zien blijft bijzonder. Jullie zullen hier echt graag verblijven. Je weggaat. Dus ze gaat echt weg naar New Fab City. En die Queens letten op het huis terwijl ze weg is. En ze heeft het me niet eens verteld. Ik ga haar heel erg missen. Hey, als er niemand op het huis kan letten, kan ze niet weg, toch? Ik kan echt niet geloven dat ik op de set van je grote film sta. Klopt het dat je de hele dans in één viersteek hebt gefilmd? Dat klopt, Study Queen. Ik zou je graag nog meer laten zien, maar ik moet nu naar de studio. Voel je vrij om alles te bekijken wat je maar wilt. Mwah. Dat je het huis bekijkt. En hoe vind je het tot nu toe? Tot nu toe ben ik tamelijk onder de indruk. Mm-hmm. Vooral van dit goddelijke makeoverhoekje. Oh. Wat is er met haar gebeurd? Goh, ik heb geen idee. Wat bizar. Oh, daar ben je, Grand Queen. Dat is meer dan bizar. Enig idee wat er hier aan de hand is? Zo is het House of Surprises nu eenmaal. Een beetje verrassend. Verrassend, zeg je? Ik hou ervan. Die draaiende kaptafel is formidabel. Kom, Queens. Laten we de rest van dit geweldige huis bekijken. Nou, dat ging niet volgens plan. Ja, ik dacht dat ze zouden denken dat het huis een storing had. En dat ze dan niet zouden willen blijven. Ik denk dat we iets anders moeten proberen om Royal Bee thuis te houden. MC Swag, kom er maar weer uit. Ik ben oké. Dus, Charm Queen, wat vind je van de keuken? Hij is zo charmant. Ik moest hem gewoon uitproberen. Wil je een lekkere snack? Huh? Waar is mijn eten? Sorry, Charm Queen. Neon Kitty heeft best wel een grote eetlust. Geen voedsel is veilig als ze er is. En ze is er echt altijd. Dat geeft niet. Ik hou van katjes. En ik hou ervan om voor ze te koken. Oh ja. We worden de allerbeste besties, nietwaar? Mijn kleine inimini katje. We moeten op schema blijven, Queens. Zullen we doorgaan met de rondleiding? Dat werkte ook al niet. Nou, het is niet allemaal slecht nieuws. Neon Kitty liet deze snack achter. Eens kijken. Geweldig uitzicht. Check. Make-up en haarkamer. Check. Volledige keuken. Check. Yep, deze plek is helemaal perfect. Absoluut, ja. Ik zal Royal Bee sms'en. We hebben een deal. Ons plan heeft niet gewerkt. Ze gaan nog steeds op het huis passen. We zullen iets anders moeten proberen. Ik weet wie ons kan helpen. Willen jullie Spookhuis Vibes? Jullie hebben de juiste Bibi gevraagd. Candice! Ja, als die Queens denken dat er hier een spook is, zullen ze echt niet op het huis willen passen. Oké, tijd voor een generale repetitie. Als ze binnenkomen, laten we het lijken alsof deze banken kunnen zweven. MC Swag, Diva, doe je ding! Nee, Neon Kitty,
iemand me vertellen wat er hier aan de hand is? Dit was allemaal mijn idee. Ik hoorde je met die queens praten over dat ze op het huis gaan passen. Zodat je die baan in New Fab City kan aannemen. En ik draaide wat door omdat ik niet wil dat je weggaat. Wow, wow, wow. Rustig aan, zus. Op het huis passen? Maar ik ga helemaal niet weg. Wacht, echt waar? Echt waar. Die baan heb ik afgewezen. Zo lang zou ik je niet alleen laten. Maar hoe zit het dan met die queens? Waarom zei je dat ze hier graag zouden verblijven? Jullie hebben dit helemaal verkeerd begrepen. Ze zijn hier gewoon om het House of Surprises te bekijken. Ze willen het volgende Queens Gala hier houden. En dan verblijven ze hier de hele tijd. Echt waar? Het gala? Geweldig! Dat is het beste nieuws ooit! Ik zal hier altijd voor je zijn, zusje. Daar hoef je je nooit zorgen over te maken. En het spijt me dat ik de laatste tijd niet veel tijd voor je heb gehad. We houden binnenkort een zussendag. Geef me een knuffel allemaal. Maar ik ga niet je rommel opruimen, dus aan de slag. Het Queens Gala van volgend jaar wordt echt een knaller. Ik kan niet wachten. En wij zouden jullie queens graag in het feestcomité hebben. Jullie kennen dit huis beter dan wie dan ook. Op Queens. Overal. Te geloven dat morgen al de grote dag is, Goldie Twist. Ons Earth Day evenement gaat gebeuren. Ja, als we klaar zijn, zal het strand schoon en mooi zijn. Zoals jij altijd zegt, als je de planeet wilt redden, red dan je eigen stukje ervan. Precies, Gracie Skates. Ik hou van Earth Day. Hey, Queens. Zet ons maar op de lijst om morgen te helpen met de strand schoonmaken. Absoluut. Ik doe alles wat je maar wilt. Het zand schrobben, de pier poetsen. Kom morgen om 10 uur en dan geven wij jullie een van de vuilnisplukkers die ik besteld heb. Klinkt goed. En als je hulp nodig hebt bij het opzetten of iets, staan wij voor jullie klaar. Bedankt. Maar we hebben het onder controle. Goldie Twist en ik zijn dit al maanden aan het plannen. Hé, hey, ik bedenk me net iets. Wat als we een Groovy-logo maken voor de strandschoonmaak? Ik kan het op een surfplank schilderen. Ja, en je zou wat van je Fierce Flower Power Designs kunnen toevoegen. Te gek! Ah, bijna rolschaatstraining vergeten. Moet rollen! Bereid je voor, strand. Je krijgt een makeover. Hey Goldie, ik zag je sms'je. Wat is er? Oké. Ik zat te denken, om de planeet te redden moeten we echt iets groots doen. Je weet toch hoe zand van het strand altijd op de promenade wordt geblazen en dat het moeilijk is om te schaatsen? Ja. Nou, wat als we een hoop tuingras zouden planten zodat het zand niet zo snel wegwaait? Ja, en gras planten is een geweldige manier om het milieu te helpen. Oh, en wat vind je hiervan? We voegen er een kledingruil aan toe. Bedoel je dat baby's outfits meebrengen die ze niet meer willen? En iedereen dan met elkaar ruilt? Precies, ja. Goed idee. En dat is echt super recyclen en hergebruiken, waar Earth Day over gaat. Ik moet weer naar de training. Surfplank is echt te gek geworden. Bedankt. Ik wed dat er morgen superveel mensen opkomen dagen voor Earth Day. Wacht. Hebben we eigenlijk wel iemand verteld dat ons evenement morgen plaatsvindt? Ik dacht dat jij dat zou doen. Ik dacht dat jij dat zou doen. Nou, het is nog niet te laat. We kunnen nog steeds wat flyers maken. Ja, en dan hangen we die overal op het strand. Te gek. Ja, boom. Ja, Goldie Twist. En Gracie Skates. Gaan groen. Fijne Earth Day. Ik heb de vuilniszakken mee. Ben je er klaar voor? Wacht, de vuilnisplukkers. Ze zijn hier nooit bezorgd. Oh, nou, het is niet zo erg. We verzinnen wel iets anders. We kunnen onze handen gebruiken. Eeuw. Hadden we nou maar wat, ik weet niet, skistokken of zoiets? Heb je skistokken nodig? Snowbunny liet een stel boven liggen na haar laatste reis naar Glamath Mountain. Ik pak ze wel voor je.
je wel. Komt helemaal goed. Earth Day gaat geweldig worden. Alsjeblieft. Awesome. Goed idee, Gracie. En dank je, Swag. Hey, kom eens kijken naar de tafels voor de kledingruil. Ik ben alvast begonnen met deze spullen. En er is meer dan genoeg ruimte voor iedereen om hun kleren mee te nemen. Te gek. Ik vind het top. Wauw, Neonlicious. Jij bent vroeg begonnen met vuilnis plukken. Nou, ik was over het strand aan het lopen met Neon Kitty. En toen zag ik deze rondvliegen. Dus ik begon ze maar op te ruimen. Het is een van onze Earth Day flyers. Ze moeten eraf gewaaid zijn. Oh. Het is nog een flyer. Oh nee, nu hoort niemand meer over ons Earth Day evenement. Balen. Oh. Misschien moeten we het maar gewoon helemaal annuleren. Wat annuleren? Ons Earth Day evenement. Al onze flyers zijn weggewaaid. U weet helemaal niemand ervan. Oh, ik weet hoe we het kunnen verspreiden. Ik zal iets posten. We kunnen wel een beetje hulp gebruiken. Kom naar het Earth Day evenement. Vandaag bij BB Diner. En gepost. Kan niet wachten. Ik zal er zijn. Love it. Wauw, er gaan echt superveel mensen komen. Phew, dat heeft Earth Day gered. Dat moet het duingras zijn. Laten we gaan. Huh? Wow, mooie bomen. Maar ik dacht dat je duingras had besteld. Dat klopt. Eens kijken. Duingras niet meer op voorraad in plaats daarvan palmbomen verzenden. Hé, hey, misschien kunnen we... Of laten we proberen om... Oh, ik heb geen ideeën meer. Oh, wat een mislukking. Ja, deze Earth Day is echt de ene ramp na de andere. Het komt goed. Jullie hadden wat tegenvallers. Maar tot nu toe hebben jullie ook alles opgelost. Met een beetje hulp. Hey, Earth Day gaat over bomen planten, toch? Dus laten we deze planten. Ja, Royal Bee, mogen we ze hier voor je restaurant planten? Natuurlijk, dat zal er fab uitzien. Ah, fijne Earth Day, wij zijn er klaar voor. En zo te zien krijgen we wat hulp. Deze Earth Day echt volledig gerokt. Moet je kijken, deze palmbomen zullen er altijd zo mooi uitzien. Dag en nacht. Ik heb solarverlichting geïnstalleerd. Zijn ze niet groovy? Zeker weten. Weet je, ik ben echt onder de indruk van jullie twee. Jullie hadden een grote visie en jullie hebben het waargemaakt. We hadden het niet kunnen doen zonder jullie. Ik hou ervan als queens groen gaan. Oh, ja.